Welkom terug bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Miranda. Doe een duim voor deze video omhoog. Want ik ga het vandaag hebben over waarom ik ben begonnen met YouTube. En hoe ik met haatreacties omga. Dus laten we maar gauw beginnen. Als eerste, waarom ben ik begonnen met YouTube? Nou, het zit zo aan het begin dit jaar. Heb ik 4 maanden achter elkaar heb ik een beetje een nare situatie gehad. Mijn tante ben ik verloren, mijn oma, mijn opa en de buurman. Dus door die situatie wou ik dus eigenlijk gewoon afleiding hebben. En anders zou ik de hele tijd achter een laptop zitten en alles. Ja, en dat is niet echt een goede afleiding. En omdat ik YouTube zo leuk vind om te doen, dacht ik begin maar even met een YouTube kanaal, mijn eerste. Want ik kijk altijd heel veel video's. Nu nog steeds gewoon. Kijk, ik daar heel veel video's van bekende YouTubers. En ik dacht, ik ga ook maar eens een YouTube kanaal beginnen. Gewoon omdat ik het leuk vind. En ik vind het ook hartstikke leuk dat jullie onder mijn video's reageren. De duimpje omhoog doen. Over mijn video's, omdat ik heb natuurlijk ook een vraag. Maar, vind ik hartstikke leuk. Want ik krijg dan daardoor motivatie. En motivatie, dat doet iedereen goed. Dan heb je meer zin en ben je gedreven om iets te doen. En dat is bij mij dus ook het geval. En ik kan een beetje raar gaan, niet een beetje zo gaan vuil als we boven gaan kijken. Nou, ik ga hem over de zon schijnt een beetje irritant. Ik zit bij het raam nou. En, maar, ja, dat doet me goed. En er zijn een aantal mensen die ik gewoon ken. Dus mijn oom, mijn vriend en mijn huisgenoot van mij, die zijn ook met YouTube bezig. En ook iets langer. Maar het valt me op wat ik in een hele korte tijd heb bereikt. Ik heb nog geen 1000 abonnees. Ik zit er op de 20, 23, 24 abonnees. En dat doet me goed. En daar doe ik het ook voor. Ik heb een hele abonnee voor. Maar ook gewoon weten omdat ik het leuk vind. En dan zou je ook vragen van, maar hoe afvragen ze van, maar hoeveel tijd steek jij in het maken van je video? Sommigen van jullie zullen vast en zeker wel denken, oh, een video opnemen, dat is het enige wat ze doen, YouTubers. Nee, er komt meer bij kijken. Opnemen komt, editen komt erbij kijken, en de thumbnail maken en het uiteindelijk uploaden. En dat komt er allemaal bij kijken. Het is helemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Want het is mensen niet zo simpel. Want het is niet in één. In één keer klaar. Er komt echt nog meer bij kijken. En ik doe het sowieso YouTube. Gewoon om de tijd die ik over heb van het werk ook te vullen. Ik werk nu 2 dagen op de dag en 3 dagen 's avonds. Vanavond moet ik weer. Morgen moet ik ook een avond. Gisteren moest ik ook een avond. En ja, dan heb ik ook weekend morgen. En ik eigenlijk niet veel meer te vertellen over YouTube volgens mij, maar ik heb wel iets ook op mijn telefoon staan. Nee, dat is het enigste. Laten we nu maar hebben over hoe ga ik om met haatreacties. Ik ga vrij goed met haatreacties om. En ik reageer niet op die haters of die haatreacties. Bewust niet. Omdat die kijkers, die haters zijn misschien wel kijkers, die willen juist dat jij erop reageert. Maar wat zij zijn, ze zijn jaloers op hoe jij het doet. Op jouw kanaal. Want zij zijn niet zo goed. Zij krijgen niet genoeg abonnees. Ze krijgen niet genoeg views. Ze krijgen niet genoeg reacties en duimpjes omhoog. En dan gaan ze iemand opzoeken. Waar spreken. Ze komen jouw video's zeg maar tegen. En ze klikken erop. En ze zien dat jij het vrij goed doet. En dan gaan ze onder jouw video haten. Ja. Omdat zij zo jaloers zijn op hoe jij het doet. En zij verwachten natuurlijk
Ja, dat jij erop op hun reactie reageert. Dat moet je niet doen, want dan geef je hun aandacht. En hun aandacht geven is niet echt goed, want zij verdienen geen aandacht. Want zij zijn zo dom om eronder te reageren. Ze zijn echt jaloers. Maar het zijn ook kinderen, waarschijnlijk niet, gewoon echt rond de 10, 12 jaar een jongen. En dan zou je bij schrikken, dan zou je denken, jee, wat een slechte ouders hebben zij. Dat denk ik, denk zelf ook, dat zij slechte ouders hebben. Want mijn ouders, rond die leeftijd, controleerden mij gewoon. Als ik een uurtje computer had gehad, achter de computer mag, een uurtje was voorbij, dat gingen ze mij gewoon controleren wat ik had uitgesproken op het internet. En dat is best begrijpelijk. Want nu, wat ik dus... Want nu ben ik wat ouder, ben ik 20. Ja, en ik had er natuurlijk wel van geleerd. Vroeger deed ik ook wat dingen op internet wat niet mocht, maar geen haatreacties plaatsen van de video's, dat deed ik niet. Ik deed wel illegale dingen, zoals habbo heb ik stiekem van mijn ouders het geld van de bankrekening afgehaald om habbo credits te kopen. Dat was een beetje dom. Toen had ik huisarrest en mocht ik heel lang, al 2 weken of 1 week niet op de computer. Nou... Nee, dat is niet zo leuk. Dus, dat ging geen kind. Maar ik zou, als ik hun ouders was en later, zou ik het kind een beetje controleren. Tenminste, als mijn kinderen later zo het zouden flikken en ik kom erachter, jongen. Dan krijg je problemen, dan krijg je net een harde straf die ik heb vroeger heb gehad. Dat ging geen één. Want iedere YouTuber krijgt wel haatreacties. Ik heb het in het begin ook gehad. Wel eens maar 1 keer geweest. En ja, een paar keer was dat gebeurd. Van dezelfde persoon. Dus ik werd op een gegeven moment diezelfde persoon zat. Wat deed ik? Ik zocht naar een kanaal op. Nou, hè, dus ik nou gevonden. Had maar 1 lullige of stomme video op zijn kanaal staan. Alleen zo waren er eentje waar hij bij Feyenoord of voetbalstadion, Ajax stadion, voetbaltricks uitvoerde met de voetbalballen. Dat denk ik, dat is helemaal geen video waar je views mee kan trekken. Ik vind dat een beetje dom. Maar ja. Dus ik dacht, jij, ik blokkeer jou, want jij maar vindt domme video's, rot op van mijn kanaal. Maar ja, oké. Kijk hoor. Ja, verder heb ik eigenlijk er niet veel over te vertellen. Over die haatreacties en zo. Dus dit was dus de video. En vond je hem leuk? Doe zeker dan een duimpje ervoor omhoog. En vergeet zeker niet je onder te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik je bij de volgende video weer.